Mijn team bouwde de winnende hut op de Zoemer. Reunie 175 jaar Hoenderlo trok honderden mensen. Tegengestelde meningen over de aanleg van de Orde Beek. Dit is het weekoverzicht van RTV Apeldoorn Nieuws. Vrijdagmiddag werd er nog op het laatste moment getimmerd aan de hutten om de jury te imponeren. 4 dagen lang konden de kinderen op de speeltuin De Zoemer in Apeldoorn-Zuid hun eigen hut bouwen. Vorig jaar startten de medewerkers van de speeltuin met dit huttenbouwproject om kinderen in hun vakantie een leuk tijdverdrijf te geven. En met succes. Dit is de tweede keer met een dag langere, want het was vorig jaar een succes. Nou, en het blijkt nu ook alweer, het is weer een succes. Ja, want hoeveel kinderen doen er zo ongeveer mee? We hebben zo'n beetje rond 50, 55 kinderen dit jaar aan het bouwen aangehaald, zeg maar. Dus de ene dag iets meer, de andere dag iets minder. Dus. Ja. Dat hout en de spullen, dat wordt gesponsord, neem ik aan. Door wie? Ja, de hout en pellets zijn gesponsord door onder andere NWA en Vaassen. Mensen van Facebook die hout over hadden. Buren hier die aan het verbouwen zijn, die hout hadden, die hebben het hier allemaal gebracht. En nou ja, je ziet het, er ligt genoeg. Er was sprake dat de kinderen ook mochten blijven slapen vanavond, maar dat gaat niet door, want het weer ziet er niet zo goed uit. Dat klopt, we hadden vorig jaar besloten van, we koppelen het kamperen erbij aan. En dat is allemaal goed gegaan totdat we vandaag buienraden zagen, wat er vannacht allemaal komt. En toen hebben we besloten om het kamperen niet door te laten gaan. Wat we heel erg jammer vinden, maar... Ja, het is zo. Aan het weer kunnen we niks doen. En de kinderen weten dat intussen ook? We hebben het gelijk bij binnenkomst verteld. Ook aan de ouders. Dat de ouders vanavond tegen een uur of 10, 11 de kinderen weer kunnen ophalen. Omdat het kamperen dan niet doorgaat. Dit jaar werden de hutten gebejureerd. De hutten werden grondig geïnspecteerd door het enige jurylid Wil Ellenbroek. Hij is met zijn Hubo-winkel op de bijgelegen winkelcentrum een van de sponsoren van dit huttenbouwfestijn. Wij hebben daaraan meegedaan. De pallets en zo hebben ze van iemand anders gekregen, want dat was gebruikt materiaal. Maar wij hebben wat spijkers geleverd, we hebben voor wat prijsjes gezorgd. En door het jaar heen leveren wij ook wel dingen aan, of sponsoren we ook wel dingen voor de speeltuin. Omdat het aardig vlakbij is, bijna allemaal de ouders klanten bij ons zijn, dus dan doe je gewoon wat extra. En voor de kinderen is het hartstikke leuk. Maar in dit geval ben je ook jurylid geworden. Ja. En hoe was dat? Nou ja, Ben vroeg mij van, ja, iemand die toch een beetje onpartijdig is, moet dat even jureren. En toen dacht ik eerst van, ja, nou ja, oké, laten we dat dan maar doen. En het is op zich heel leuk, want als je ziet wat ze allemaal gebouwd hebben, terwijl er toch kinderen zijn zo van 8 tot 12 jaar of zo, dan is er toch aardig wat in elkaar gespijkerd. Alleen het is heel moeilijk om dan te kiezen. En er zitten gewoon creaties bij die heel veel op elkaar lijken. En waar allemaal veel tijd aan besteed is. Ja, maar ja, dan moet je op een gegeven moment maar een knoop doorhakken en iemand uitkiezen. Ja, en wat was die knoop dan? Nou, wat ik hoorde was dat hun ook met verf bezig waren geweest. En omdat ze geen kwasten hadden, zelfs de handen in de verf hebben gedoopt om de hut te verven. Nou, dat vond ik wel zo'n leuk idee dat ik dacht van nou, dat is dan wat extra wat hun gedaan hebben. Dan krijgen hun van mij de eerste prijs. De enige hut die alleen door een groep meiden was gemaakt, won. En? Cool. Met hoeveel hebben jullie die hut samen gemaakt? Nou, de eerste dag 4 en daarna 5. En? Leuk. Was heel erg leuk. Ja. Ik zie dat daar nog verf op de neus zit. Nee, bij jou. Oh, ik. Hoe komt dat? Ik weet het niet. Zij heeft het gewoon zo gedaan. Jullie zitten elkaar te bekliederen dus? Ja. De tweede dag hebben we ook allemaal verf gedaan met onze handen. We hadden geen kwasten. We hadden geen kwasten? Hoe komt dat dan? Nou, we waren het vergeten. En dus toen dachten we, nou, dan doen we het wel met handen. En uiteindelijk moesten we dus ook nog met onze handen in de terpentine gaan zitten. Ik heb gewoon met een borsteltje gedaan en wat warm water was zo af. Dat huttenbouw, dat wordt de traditie volgend jaar weer? Als alles mee zit en we krijgen alles weer gesponsord, dan gaan we dat volgend jaar weer doen. En dan hopelijk wel met kamperen erbij.
Hoenderlo bestaat 175 jaar en dat feest wordt op tal van manieren gevierd. Speciaal voor dit 175-jarig bestaan werden alle bewoners en oud-bewoners van het dorp uitgenodigd voor een reunie. Die reunie werd afgelopen zaterdag gehouden in een grote tent waar de genodigden elkaar soms na jaren weer eens konden zien en spreken. Het initiatief komt van het Oranje Comité Hoenderlo, kortweg OCH. 175 jaar Hoenderlo en dan gaan jullie maar een reunie organiseren. Hoe kwam dat zo? Nou, het idee van de reunie is ongeveer een jaar geleden al ontstaan. Iemand, een oud-inwoner van Hoenderlo, die had het idee geventileerd bij een van de mensen van ons van het Oranje Comité. Om een reunie te organiseren voor inwoners en oud-inwoners van Hoenderlo. Nou, toen kreeg ik dat bericht dus ook te horen en in eerste instantie had ik zoiets, ja, kan ik daar wat mee, moet ik daar mee? Ik wist het nog niet. Maar een paar weken daarna kwam de commissie Hoenderlo 175 jaar in het leven. En die vroegen aan alle verenigingen en organisaties, kunnen jullie wat doen in het kader van Hoenderlo 175 jaar? Nou, toen kwam meteen natuurlijk de reunie voor inwoners en oud-inwoners van Hoenderlo op tafel. En dat besluit hebben we toen meteen genomen. Dus daar zijn we dan echt ook al een jaar mee bezig geweest. Hoe lastig is dat om al die mensen te bereiken? Nou, dat is heel lastig. Ik zat zelf niet in de reuniecommissie, daar hebben we 5 mensen voor. Maar ik heb het vanaf de zijlijn kunnen volgen. En ik weet dat ze daar verschrikkelijk veel energie in hebben moeten steken. Om dus overal te kunnen achterhalen wie waar gewoond heeft. Ze zijn ook gewoon door het dorp heen gereden, bij elk huis stilgestaan van, weten jullie wie daar gewoond heeft en wie daar nu woont, aanbellen en al dat soort dingen. Dat heeft heel veel energie gekost. Dat is zeker. En waar komen de inschrijvers vandaan? De inschrijvers komen uit het hele land, ook uit het buitenland. Er zijn reacties gekomen uit Australië. En ik weet dat er één iemand uit Australië in ieder geval over is gekomen. Een ander heeft helaas afgehaakt. Die kwam uit Tasmanië. Die zegt, ja, ik moet met dezelfde vlucht terug die boven de Oekraïne neergestort is. Die had toch een beetje lading en die heeft dus gezegd, van, nou, ik durf het eigenlijk niet. Maar helaas een inwoner, oud-inwoner uit Zweden, maar die moest gisteren weer terug. Maar die is ook in ieder geval nog even geweest. En ja, uit het hele land, zoals ik al zei, komen overal vandaan. De inspanningen bleken vruchten af te werpen. Want naast de 400 mensen die van buiten afkwamen, kwamen er nog eens ruim 100 bezoekers uit Hoenderlo bij. In een aparte tent was een kleine fototentoonstelling van Hoenderlo door de jaren heen te zien. En dat trok veel bekijks, vooral door de mensen die al jaren niet meer in Hoenderlo wonen. Een van de bezoekers is Wim Sundermeijer. Hij kwam helemaal uit Australië de reunie bijwonen. Wim, je bent van heel ver terug naar Hoenderlo gekomen. Hoe kwam je hierachter? Wel, ik kijk altijd op de computer. En daar hebben ze hier altijd een maanblaadje, de nieuwe plaggen steken. En daar zag ik alle programma's in. En we wouden een keer gaan. En toen dan gaan we op deze tijd. Dat is al de mooie dingen altijd. Kermis en alles. Zo zijn we gekomen. Nou komt u uit Australië. Ja. Hoe lang blijft u hier? Voor een ander 3 weken nog. Helemaal together 6 weken. Ja. En wanneer bent u vertrokken uit Hoenderlo? In 1964, 50 jaar geleden. En nog nooit terug geweest sinds? Ja, dit is de 4e keer. Ja. Oh ja, Hoenderlo is altijd nog mooi om te zien. Vergeet je nooit. Nee. Hebt u al bekenden gezien of hebben bekenden u al gezien? Ja, heel wat bekenden. Deze zijn allemaal bekende vrienden. En ja, sommigen ken je eerst niet terug. Als je dan weer ziet, dan kun je wel zien dat wie ze waren, zeg maar. Ja. Hoe erg is het dorp veranderd sinds 1964? Oh, het is helemaal veranderd. Want ik woonde aan de Krimberg. Mijn broer woont daar nog. En dan kun je allemaal door het weiland naar Rustenwijnen kijken. Dat is allemaal uitgebouwd nu. En waar Veldheim is, er was altijd een café Veldheim. En dat is er niet meer. En dat was allemaal weiland overal. De oude school stond nog aan de Krimberg. Daar gingen we vroeger naartoe. Ook mijn moeder is daarheen geweest. Ja, zo we hebben een hoop oude familie hier. Het 75-jarige bestaan van Hoenderlo werd niet alleen het afgelopen weekend gevierd met een kermis en een optocht, maar het duurt veel langer. Wat gaat er nog meer gebeuren? Nou, onder andere is er een tentoonstelling, een fototentoonstelling, waar een deel van hier achter mij opgesteld staat. Die is op een aantal dagen in het hoogseizoen te bewonderen in het dorpshuis. Er is een kunstmarkt geweest in het dorpshuis. Daar gaat een volleybaltoernooitje georganiseerd worden voor straten en clubjes, verenigingen.
Nou ja, al dat soort activiteiten vinden gewoon plaats dit jaar. En ook natuurlijk de bestaande activiteiten, want de kermis is er gewoon elk jaar. Ja, we hebben dat nu allemaal een beetje onder de vlag Hoenderlo 175 jaar gedaan. Wanneer is de laatste activiteit? De laatste activiteit, dat zal het eindfeest zijn. En die is gepland op 3 januari volgend jaar. Maandag 18 augustus start de provincie Gelderland met onderhoudswerkzaamheden aan de Loenense brug over het Apeldoornse kanaal tussen Loenen en Klarenbeek. De Loenense brug wordt voor 8 weken afgesloten voor al het verkeer. Het doorgaande verkeer op de N789 wordt tussen Loenen en Klarenbeek omgeleid. De Voorsterweg wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer met uitzondering voor het vrachtverkeer. De omleiding wordt met borden aangegeven. De werkzaamheden duren naar verwacht tot zeker 10 oktober. Is de aanleg van de Ordebeek in de wijk Orde nu wel mooi of is het eigenlijk geen gezicht? Wie het weet mag het zeggen, want de meningen van de bewoners in de Frans van Mierssenstraat en Zander Rijweg liggen behoorlijk uiteen. Dat heeft ook te maken in welke straat je woont. De bewoners van de Frans van Mierenstraat zijn over het algemeen niet te spreken over de resultaten tot nu toe. Een nieuwe beek voor je deur en een paar bruggen, zeg maar gewoon. Wat vind je ervan? Veel bruggen, inderdaad. Al is het hier aan de Frans van Mierenstraat wel mooier als aan de Zanderijweg aan het eind. Want dan liggen ze op een paar meter of een meter van elkaar. Hier zit nog een redelijke tussenruimte tussen de bruggen. Maar goed... Verder is het nog lang niet af, denk ik. Nee, maar hoe gevaarlijk is dit eigenlijk? Want het loopt wel ineens stijl naar beneden. Ik denk voor mensen die slechte been zijn en niet een beetje zwalkend lopen of kinderen die spelen, hebben toch risico dat ze naar beneden van talud af in die beek terechtkomen straks. Ja, want er komt geen hekje of iets dergelijks langs. Ja, dat is met die bruggen precies hetzelfde. Ja, een heel klein dingetje, maar... Ja, als je struikelt of zo, dan lig je denk ik inderdaad zo in die beek. Ja. Als het straks glad is, want dan wordt het helemaal lachen. Ja, het is wel een ruw betonnen plaat, maar dat zullen we echt moeten wachten als het vriest. Of er een glijbaan wordt. Het grootste probleem is nu dat het aan beide kanten geparkeerd mag worden. Hier in de straat. En als beide kanten een auto staat, kan de bus er helemaal niet meer door, terwijl het een busroute is. Het ruim 50 miljoen euro kostende project kent heel veel bruggetjes. Misschien wel eentje te veel, want waar deze brug naartoe leidt. Toch zijn de bewoners in de Zanderijweg wel tevreden met het voorlopige resultaat. Een hoop bruggen voor uw deur, wat vindt u ervan? Ja, op zich lijkt het wel heel veel, maar we zitten te wachten op de bomen die aan het eind van het jaar geplant worden. En voor de rest, het geeft een hele hoop ruimtelijke inzicht. Ja, want u bent wel gelukkig, hè, met deze situatie. Ja, het is even wennen natuurlijk met het indraaien op de opritten, maar voor de rest prima zo. En het water wordt straks beloofd goed afgevoerd, dus wij zijn er wel blij mee, ja. Ja, want jullie hadden veel last van water onder de grond? Ja, we hadden een hoog grondwaterpeil en dat wordt nu veel beter afgevoerd, zeggen ze. En dat hoopt u dus nu ook? Ja, daarom dus. Zoals het er nu uitziet met die hele dikke buien hebben we geen problemen meer gehad. Dus wat dat betreft, de tekenen zijn gunstig. Nou, effectief vind ik het wel, omdat het water hier behoorlijk van tijd tot tijd behoorlijk hoog kan staan. Dus het is wel effectief. Maar hoe is dat toch gegaan met die enorme plensbuien van de laatste dagen? Nou, het heeft hier aan het eind 2 meter hoog gestaan. Dus ik denk als de 3 sprengen aangesloten worden daar aan het einde, dat het wel effectief zal zijn, ja. Dan zijn er nogal wat mensen die vinden de bruggen niet echt prachtig. Wat vindt u daarvan? Ja, je hebt 10 mensen en 10 zinnen, dus dat hou je. Maar wat vindt u er zelf van? Nou ja, ik vind het effectief voor de waterhuishouding is het wel effectief, ja. Het heeft een paar stuiven gekost, maar ja. Maar vindt u zelf niet dat de bruggen wat mooier hadden uitgevoerd mogen worden? Natuurlijk, een gouden bruggen zou ik leuker vinden, maar dat zou er nog niet kunnen. Nee. Eind september moet de aanleg van de Ordebeek afgerond zijn.
In de vijver aan de Gijsbrechtgaarde in de Maten is van de week botulisme ontdekt. Er werden 3 dode eenden gevonden die door de dodelijke bacterie zijn overleden. De gemeente heeft waarschuwingsborden bij de vijver geplaatst om te voorkomen dat huisdieren in aanraking met het water komen. De dieren kunnen ernstig ziek worden of zelfs doodgaan. Ook wordt er afgeraden om dode dieren uit het water te halen of in contact met het water te komen. Op zaterdag 6 september kan er weer gefietst worden voor een goed doel. Jaarlijks organiseert Gelre Ziekenhuizen een fietstocht waarvan de opbrengst naar UNICEF gaat. De fietstocht gaat via vele mooie plekken rondom Apeldoorn en kent 5 afstanden. Nieuw dit jaar is de 70 kilometer voor de mountainbikers. Vorig jaar deden bijna 1500 deelnemers uit binnen- en buitenland mee en brachten samen een bedrag van ruim €6300 op. De fietsers kunnen zich gratis laten controleren op hun bloeddruk, bloedsuiker en cholesterol. Inschrijven kan via de website van de Gelre Ziekenhuizen. Op maandag 1 september worden er op Paleis Het Loo de tv-opnamen gemaakt van het AVRO-programma Tussen Kunst en Kitsch. Belangstellenden kunnen hun spullen laten taxeren door ervaren en deskundige taxateurs. Om bij de televisieopnames aanwezig te zijn, moeten vooraf kaarten besteld worden. Het programma wordt door Nelleke van der Krocht gepresenteerd. De Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen zijn voorbereid op de opvang van patiënten met het dodelijke ebola-virus. Medische specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers zijn geïnstrueerd over het strenge protocol dat gehanteerd moet worden als er een ebola-patiënt geholpen moet worden. Ook zijn er isoleerkamers beschikbaar en zijn er op de spoedeisende hulpafdelingen pakketjes aanwezig met mondmaskers, beschermende kleding en veiligheidsbrillen. Het ebola-virus heeft in West-Afrika al meer dan 1000 slachtoffers gemaakt. Gevreesd wordt dat ook het ebola-virus in ons land komt door reizigers die uit dat gebied komen.